Vandaag zijn we even aan het zoeken in een openbare groenstrook. Ja, we zitten hier met een paar zendmasten in de buurt, dus we hebben de frequentie van de detector even aan moeten passen. Maar ik vind hier nu een leuke eerste vondst. Een gulden uit 1971. Ja, hoe leuk is dat? Ja, die is van nikkel. Helaas geen zilver, maar toch nog leuk. Ja, dit waren toch nog wel echt mooie munten. Maar het begin is er. Ja. Ben is lekker daar aan het zoeken. Heerlijk rustig hier. Ja, af en toe komt de trein langs, maar goed. Maar ja. Best leuk. Een guldetje. Juliana 1971. Super. Vertel het maar. Een gesp. Gevonden. Ja, een leuke. Heel oud, maar wel leuk. Ja, toch dus, een gesp. Ja. Ja, op naar de oude. Ja, ik heb hier trouwens ook nog een signaal. En die klinkt best wel lekker. Misschien dat jij de camera even vast wil houden. Nee. Ja, dan gaan we gelijk even kijken. Ja. Bijna, ik heb hem bijna. Hij is er bijna. Wat is dit? Huh? Het stukje tin of zo? Ja. Ja. Kijken. Je hebt wel wat een steeltje aangezet ja, of ja. Zo. Ja. Vork. Hè? Oh ja, ja, het is een stukje vork geweest, ja. Ja, ja. Grappig, joh. Ork, ork, ork. Soep eet je met in. Ja, zie je het? Het is een stukje vork geweest. Ja. Yes, grappig. Toch leuk. Oké, ja. Door naar de volgende. Yes. Toch een, ja. Ja, 1942. Dat is wel gaaf, maat. En een leuke vondst. Een kogelhuls van de oorlog. 1942. Ik denk dat je met je blote ogen beter kan hebben. Mag ik even kijken? Ja, ja. Ja. Ja, klopt, maat. 1942. Dat is toch leuk? Ja. Nou, leuke aanwijzing. Ik hoop dat dit volgende stuk wat meer. Ja. Nou ja, we zijn net 5 minuten bezig. We hebben al een gesp en een kogels. Ja. 1942. En een gulden uit 1971. Ja, oké, maar ik bedoel dit volgende stuk, hè? Dus ja. Leuke aanwijzing. Ja. Dat zijn toch leuke dingetjes. Nou, of die Duitse insigne. Toch weer wat van de Tweede Wereldoorlog. Leuk hoor. Klopt. Nou, dat hier gevochten is mag wel duidelijk zijn. We gaan even een broodje eten, maar kijk eens even. We leggen alle hulzen op een rijtje die we nu al gevonden hebben. Mooi, hè? Als jij een beetje... Ja. Deze stempel is helemaal nog mooi te lezen. 42 RA. Zo. Ja. En deze, iets minder duidelijk. Ja. We zien ook een A. Ja, dat is ook wel mooi deze. 20 mm. 1943. Is mooi. Ja, zo, deze is ook goed te zien hoor. En ik had deze nog. RH 20 mm. RH 20 mm 1943. Dan kunnen we eventjes opzoeken welke fabriek dat is geweest. En hier nog eentje. Even kijken. Hier staat op. Nou, dat is niet zo goed meer te zien. Ook 1943. Zal wel de... Ook 1943. Zal wel dezelfde fabriek zijn inderdaad. Ja. En dit fragmentje is wel heel zwaar, maar ik weet niet wat het is. Lijkt wel een... Ja? Misschien is het van een rups geweest of zo, van een tank. Ja. Ik zeg maar wat hoor. Maar, een beetje wel, fantasie moet er zijn. Wel zwaar materiaal. Zo. Kijk, en ik had nog een fluitje. Een fluitje? Ja, die heb je net gezien toch? Ja. Een fluitje van een cent. En die lijkt wel van tin inderdaad. Die is nog ouder. Ja. Een fluitje. Ik dacht dat ook een leuke vondst. Ik dacht net op, maar dat is het denk ik niet. Helaas. Leuk, dat is ook een leuke vondst. Ja. En dit, dit is gewoon schroot. Schroot. Er valt niks meer van te maken. Een schoenlepel. Nog een beetje ijzer. Ja. Moet eten dan
Nou, toch leuk. Hè? Dan gaan we even een boterhammetje knagen. Ook waren deze wel voor mij, ja. Lekker hoor. Ja, hè? Ja. Toch al een stuk of 6 hulzen. Ja. Nou, nog een leuke... Leuke bajonet of een insigne of een... Ja. Weet ik het wat. Knoop, uniformknoop. Uniformknoop, noem maar. Een muntje wat nog mooi is. Ja. Dat zou toch wel... zou toch echt leuk zijn, ja. Ja, nou, we zullen zien. Even eten en misschien helpt dat. Ja. Ja, we hebben weer een munt en het lijkt een oude. Ik heb hem nog in het kluitje laten zitten, zodat de afdruk goed te zien is. Dus we gaan even samen kijken. Kijk, dit is hem. Een muntje. Denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk een leeuwencent. Ah ja. Wow. Ja, een leeuwencent. Geen zin. Nou, de wilde honden zijn weer even weg. Dus het is weer rustig. Hij is nog een beetje aangekoekt, maar ik heb al gezien dat hij ergens begin 1900 is. Tenminste, hij is uit 1900. Dus ja, dat kan net tussen 1900 en 1940 liggen zo'n beetje, denk ik. Ja, nou, toch leuk.